12-3 en dan over willen nemen. Dat is een hele rare combinatie, want dan kom je er slecht voorbij. Wim Hazelaar probeerde het wel even, maar het lukte niet. En zo gaan we de voorlaatste bocht opzoeken. Leiding in handen van Newton Renka. Newton Renka, buitenkant de favoriet. Wim Hazelaar en daarachter aan de relingzijde krijgt een hele mooie koers. AJ's Caviar. Daarachter gaat naar het tweede spoor nu Nicky Hazelaar. En binnendoor schuift op Kadisha. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. De drie paarden van Tesselaar op dit moment op de plaatsen 2, 4 en 5. En het veldje schuift nog wat dichter in elkaar. Veel dichter dan dit kan haast niet. En nog altijd leidt Newton Renka. Newton Renka, halve lengte voorsprong op Wim Hazelaar. Daarachter aan de relingzijde AJ's Caviar. 18-3 is de tussentijd. De eerste kilometer gaat 15. En zo gaan ze de laatste bocht opzoeken. Leiding in handen van Newton Renka. Een zoon van Booster Winner. Aan de buitenkant daarnaast loopt een Hans Hazelaar, Nicky Hazelaar. En daarachter aan de relingzijde een SJ's Caviar, AJ's Caviar. Halverwege de Tjarda-bocht gaat nu Nicky Hazelaar naar het derde spoor. En schuift Kadisha het gaatje in. Maar ligt daar ineens vast op de rug van zijn trainingsgenoot. Koploper die gaat de bocht nu uitkomen. Heeft een kleine voorsprong gepakt en dat is Newton Renka. Newton Renka als eerste in de laatste rechte lijn. Van achteraf komt er weinig, dat heeft Krebas ook gezien. Maar hij kan altijd zichzelf nog kloppen. Je moet oppassen met Newton Renka. En daar komt toch Tesselaar nog even aan met Kadisha. Newton Renka, Kadisha aan de buitenzijde. 18 rond de laatste 500 meter. Newton Renka wint voor Kadisha. En daarachter op de derde plaats Jeffrey Miras met Nicky Hazelaar. 16-2 voor de winnaar. Inmiddels heeft Bas Krebas geeft hij tekst en uitleg aan zijn eigenaar Peter Delers van Stal PD. Peter, eerst even met jou te beginnen. Jij zegt altijd samen winnen voelt veel beter en je staat hier niet alleen in de winnercirkel. Nee, we zijn met z'n negenen gekomen vandaag, dus ik ben blij dat we op de foto kunnen met z'n allen. Wie heb je allemaal meegenomen? Mijn vrouw, mijn dochter en schoonzoon en nog wat andere familieleden. Hartstikke leuk, hele familie Delers erbij. Die zien we niet zo heel vaak op de drafbaan. Nee, dat klopt, dat klopt. Kijk, ik ben eigenlijk liefst op de stallen, maar dan is er voor de rest van het gezelschap niet zo heel erg veel aan. Dus ik heb me eigenlijk aangepast dit keer. Hartstikke leuk. En wat vinden ze van je hobby? Ja, dat ondersteunen ze met z'n allen erg. Dat vindt iedereen leuk, met name voor mijzelf dan. Ja. Goed om te horen. Schakelen we even naar Bas. Bas, je zei het van tevoren, hij is druk, maar hij heeft wel de klasse om te winnen. Ja, zeker. Maar ik wou dus niet hard wegrijden, maar hij wou wel hard en hij ging schreeuw hard. En toen wou Jim overnemen. Jim zegt, ik heb de favoriet. Ja, ik denk, ja, maar ik geef het niet af, want dan laat je het weer aan een ander over. Dus ik denk, zie wel hoe ver ik kom. En hij wint heel gemakkelijk. Op zijn eigen benen? Ja, zeker. Handen vol. Ik denk, ik moet hem goed vasthouden, want hij slingert wel wat meer met een open hoofdstel. Maar nee, blij mee dat hij toch een koers wint van het jaar. Was genieten. Nu gaat hij eventjes op rust. Weet ik nog niet. Ik kan wezen dat ik met de laatste grote koers van jou ook nog pak. Want hij moet leren en als hij vorm houdt. En het gaat ook om veel geld. Maar weet ik nog niet. Die koers is 28 december. Dan heb je tussentijd nog eventjes tijd om weer even rustig aan te doen. Ja, kijk, ik kan nu eerst wel een week vrij hebben. Hij heeft zoveel conditie. Hij heeft 20 jaar nog geen dag gemist. Dus dan bouw ik hem dan weer wat op. Het hangt ook een beetje van het weer. Ik weet het nog niet. Als hij vorm heeft, dan loopt hij. Super Bas. Graag gedaan. Prachtige winnaar Newton Renka, een 2-jarige bruinruim van boosterwinnaar uit El Passar Renka. Gefokt door de familie Knipscheer en eigendom van Stal PD. Trainer en rijder was Bas Krebas. Het is de Carpe Diem TCT Troost Derby ter 2-jarige. Carpe Diem Stables, ook een van de trouwe sponsoren van de Trotten Classics Tour. We danken hun voor de bijdrage aan het welslagen van het prachtige circuit. En van de 2-jarige TCT Derby was ook een troostafdeling. En die werd gewonnen door Newton Renka in een tijd van 1:16:1. Tweede werd paard nummer 4 Kadisha. Derde de 6 Nicky Hazelaar. Vierde de 5 Wim Hazelaar. En vijfde de 1 AJ's Caviar. 2-4-6-5-1 is officieel in koers 7. Mooie foto's worden gemaakt met Newton Renka, Bas Krebas en met de hele familie Delers. Mooi dat ze er vandaag bij zijn. En Peter ook ondersteunen in hun hobby. We'll
Peter die natuurlijk ook zoveel doet voor de sport. Mooi dat hij hier weer een winnaar terugscoort. En een applaus, dames en heren, voor Newton Renka en Bas Klebas. En start is gevallen. Start valt, rustige start van Khadisha en ook een rustige start aan de buitenkant van Nikki Hazelaar. Hele vlotte start van Newton Renka en die pakt de kop. Newton Renka aan de buitenkant de favoriet Wim Hazelaar. En Bas Krebas gaf voor het interview, voor de koers al even aan in het interview. Afgeven met Newton Renka is niet zo makkelijk. Al zou hij het willen, Newton Renka wil het zelf waarschijnlijk niet. En dat is op de pech voor Wim Hazelaar, want die ligt er schuin achter. Daarachter aan de relingzijde volgt AJ Scaviar. Die wordt dan gevolgd door Nikki Hazelaar. En de laatste plaats is voorlopig voor Khadisha. De paarden komen voor de tribune langs. Krebas kijkt een keer opzij, ziet precies wat er gebeurt, maar moet vooral goed op zijn eigen paard letten. En komt de tussentijd aan, 12-3. 12-3 en dan over willen nemen, dat is een hele rare combinatie, want dan kom je er slecht voorbij. Wim Hazelaar probeerde het wel even, maar het lukte niet. En zo gaan we de voorlaatste bocht opzoeken. Leiding in handen van Newton Renka. Newton Renka, buitenkant de favoriet. Wim Hazelaar en daarachter aan de relingzijde krijgt een hele mooie koers, AJ Scaviar. Daarachter gaat naar het tweede spoor nu Nikki Hazelaar en binnendoor schuift op Khadisha. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. De drie paarden van Tesselaar op dit moment op de plaatsen 2, 4 en 5. En het veldje schuift nog wat dichter in elkaar, veel dichter dan dit kan haast niet. En nog altijd leidt Newton Renka. Newton Renka, halve lengte voorsprong op Wim Hazelaar. Daarachter aan de relingzijde AJ Scaviar. 18-3 is de tussentijd. De eerste kilometer gaat 15. En zo gaan ze de laatste bocht opzoeken. Leiding in handen van Newton Renka, een zoon van Booster Winner. Aan de buitenkant daarnaast loopt een Hans Hazelaar, Nikki Hazelaar. En daarachter aan de relingzijde een SJ Scaviar, AJ Scaviar. Halverwege de Tjarda-bocht gaat nu Nikki Hazelaar naar het derde spoor. En schuift Khadisha het gaatje in. Maar ligt daar ineens vast op de rug van zijn trainingsgenoot. Koploper die gaat de bocht nu uitkomen. Heeft een kleine voorsprong gepakt en dat is Newton Renka. Newton Renka als eerste in de laatste rechte lijn. Van achteraf komt er weinig, dat heeft Krebas ook gezien. Maar hij kan altijd zichzelf nog kloppen. Je moet oppassen met Newton Renka. En daar komt toch Tesselaar nog even aan met Khadisha. Newton Renka, Khadisha aan de buitenzijde. 18 rond de laatste 500 meter. Newton Renka wint voor Khadisha. En daarachter op de derde plaats Jeffrey Miras met Nikki Hazelaar. 16-2 voor de winnaar.